Hoi allemaal, leuk voor het kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie een video waar ik echt ontzettend lang op heb moeten wachten voordat ik hem kon opnemen. Want het is namelijk een AliExpress shoplog. Rond ongeveer eind maart, begin april dacht ik, weet je, ik vind het zo leuk om AliExpress shoplogs bij anderen te zien. Gewoon om te zien wat voor kleine prulletjes zij allemaal kopen. Ik wil het ook gaan doen. Dus rond die tijd, eind maart, begin april, heb ik heel veel dingen besteld op AliExpress. En nu is het eind mei. Volgens mij is nog steeds niet alles binnen. Maar ik vind het nu toch wel echt tijd om deze video op te gaan nemen. Want het ligt hier echt al heel erg lang. Ik heb zelfs al twee pakketjes opengemaakt. Omdat ik echt niet kon wachten met openmaken. Ik wilde gewoon weten wat erin zat. Maar de rest is nog allemaal dicht. Ik weet ook niet eens zeker of alles wel binnen is. Ik probeer het een beetje uit te zoeken. Maar ja, ik weet natuurlijk niet wat erin zit. Dus ik kan ook niet weten wat wel binnen is en wat niet. Maar daar gaan jullie nu met mij samen achterkomen. Ik heb hier in totaal 8 pakketjes volgens mij, als ik ze goed kan tellen. Het zijn er in ieder geval echt heel erg veel, dus laten we maar gewoon beginnen. Dit is het eerste pakketje die ik dus wel open heb gemaakt. Deze is binnengekomen op 6 april, wat volgens mij best wel snel was. Het zijn namelijk 2 Real Techniques kwasten, natuurlijk geen echte. Maar ik heb een paar echte en ik dacht van ja, het lijkt me wel leuk om deze te vergelijken. Ik had ze al opengemaakt en gebruikt zoals je misschien kunt zien. Want ik wil ze namelijk heel erg gebruiken voor Koningsdag. Maar het zijn dus deze Real Techniques kwasten. Als eerste de Blush Brush en de andere de Sculpting Brush. En de verpakking zag er op zich oké uit. Zo een beetje slapjes. En dat hebben de echte Real Techniques kwast natuurlijk niet. Dit is de Blush Brush. Zoals je kunt zien heb ik hem dus wel gebruikt. Het is lekker een grote kwast. Hij is ook best wel lekker zacht. Ja, ik heb niet zo heel veel verstand van kwasten. Maar ik heb er 3 of 4 andere Real Techniques kwasten. En ze zien er eigenlijk gewoon exact hetzelfde uit. En dit is gewoon echt veel goedkoper. Natuurlijk zullen de haren zo wel minder goed zijn. Maar ik vind het prima werken. En dan heb ik dus ook nog die Sculpting Brush. Die is echt heel erg vies, want deze heb ik gebruikt voor bronzer. Die andere heb ik gebruikt trouwens voor blush, gewoon zoals het er al op staat. Ook deze vind ik er weer echt super mooi uitzien. Zoals je kunt zien is die dus al gebruikt. Maar ja, ik vond hem wel echt heel erg fijn. En er staat hier ook gewoon zeg maar sculpting brush op, zoals bij de echte Real Techniques kwasten. Bij deze 2 kwasten zie je wel een klein verschilletje. Ik weet niet of dat in het echt ook zo is. Maar bij de bovenste zijn de letters geel en bij de onder een beetje blauwachtig. Ik weet niet of je dat op camera goed kan zien. Maar voor mij maakt dat verder niet uit. Dan nog een pakketje die ik dus al had opengemaakt. Deze is 25 april binnengekomen. Een stukje later was de eerste. En dit was ook een make-up kwast. Dat is namelijk deze. Ho. Hij kwam zo binnen gewoon in zo'n envelopje. En deze kwast had bij aankomst zo'n hoesje om zich heen. Ik had deze besteld omdat ik vind bronzer aanbrengen best wel moeilijk. En ik zag altijd op filmpjes bij anderen dat ze zulke kwasten gebruiken. En dan zag het echt zo heel flauw op mijn gezicht. Met deze kwast lukt dat ook wel. Maar ik heb hem uiteindelijk toch maar voor de highlighter gebruikt. Omdat ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar hij is echt best wel plat en dun. En die anderen zijn gewoon heel groot. En als je dan zo wil, ja, contouren. Het lukte gewoon niet helemaal. Maar ja, deze kwast was natuurlijk ook heel goedkoop. Dus uiteindelijk heb ik hem voor highlighter gebruikt. En daar is hij wel heel erg fijn voor. Maar ik vond het wel heel erg goed dat er zo'n hoesje omheen zat. Want blijven die haren mooi bij elkaar. En zo kan je hem ook gewoon mee vervoeren op vakantie als je zou willen. Voor nu heb ik alleen nog maar pakketjes die dicht zijn. Ik zal proberen een beetje op volgorde open te maken van dat het bij mij binnenkwam. Dit is het eerstvolgende pakketje. Die kwam op 30 april binnen. Heeft er ook niet heel erg lang over gedaan. Ik weet niet precies wanneer ik dit besteld heb. Maar dat kunnen jullie dus allemaal in beeld zien. En ik heb denk ik al een vermoeden van wat dit is. Oh. Dit zijn ik zag in een paar AliExpress shoplogs van mensen dat ze dus gel nog hadden besteld en een gel lamp en bla bla. Een lamp heb ik ook, maar ik vond die nagelspletjes zo leuk en dacht van ja, ik wil dat ook hebben. En bij mij op stage voordat we gel nagels gaan aanbrengen gebruiken we altijd van deze blokken. Dus ik dacht van, nou, dan bestel ik die voor thuis ook gewoon. Het zijn er 10 paars. Je had ook nog andere kleurtjes, maar ik vond die paars wel mooi. Dus deze. En deze kostte volgens mij echt geen drol. Maar ja, alles op AliExpress kost geen drol. Dus deze. Ik heb er verder eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Er kan denk ik ook niet heel veel mis zijn aan een paar van die blokken. Maar ja, ze waren gewoon redelijk goedkoop voor 10 stuks. Volgens mij betaal je bij de Kruidvat 2 euro voor 1 stuk. Dus ik zeg, koop ze gewoon lekker op AliExpress. Dan dit kleine pakketje. Deze kwam binnen op 2 mei. En ik heb echt oprecht geen idee wat hierin zit. Ik heb wel een beetje geprobeerd te voelen, maar ik zou het echt niet weten. Dus daar gaan we nu achter komen. Oh ja, ik weet het alweer. Dit zijn van die nepnagels. In de salon heb je heel vaak, als je nagels laat doen, dat ze zeg maar zo'n tandwieletje hebben met alle kleurtjes. Zodat je kan kijken van welke kleurtjes hebben ze, waar kan ik uit kiezen. En ik weet niet waarom, maar het leek me gewoon heel erg leuk om dit te hebben. Vroeger had ik dit ook, of vroeger had ik namelijk ook een heel nagellakrijk. En
ja, ik deed gewoon altijd alsof ik mijn eigen salonnetje had. En nu ik er stage loop of stage liep bij een salon, hadden ze dit ook. En ik dacht van ja, ik wil het ook weer hebben. Het is dus zo'n soort ringetje en daar krijg je allemaal van die nageltjes bij. Ik zal het eventjes laten zien. Dit soort nageltjes krijg je erbij en er zit dan aan het einde zit een gaatje. Ik weet niet of je dat goed kan zien, maar er zit een gaatje. En die kan je dus allemaal door dit wieletje heen halen. En dan kan je dus al je kleurtjes nagelen, kan je hierop doen, zodat als je nagels gaat lakken, kan je even kijken in het wieletje van, oh, welke kleur vind ik mooi. En ik heb er nu even een paar aangedaan, niet allemaal, maar kijk, dan kan je dus hier alle kleurtjes op doen. En als je dan je nagels gaat lakken, is dit vet handig. Natuurlijk is dit eigenlijk bedoeld voor in salons en voor echt nagelstylisten en zo, maar ik vind het gewoon leuk om zelf te hebben, dus die heb ik ook besteld. Dan heb ik hier twee pakketjes die allebei op 3 mei binnen zijn gekomen. En ik ga beginnen met de kleine. Deze is dus op 3 mei aangekomen. En ik denk al te weten wat het is. Tadaa! Een nagelknippertje. Niet zomaar een nagelknippertje. Deze gebruik ik ze ook vaak bij salons waar ze echt lange gel nagels of acryl nagels zetten. Dit is namelijk heel erg makkelijk om zo'n mooie vorm in je nagels te krijgen. Dit is hem. Het is een zwart. En zoals je hier kunt zien heeft hij echt zo'n mooi vormpje. Dus als je hem zeg maar zo op je nagel zet. Ja, mijn nagels zijn hier niet te kort voor. Maar als je hem dan zo afknipt van die mooie nepnagels, dan heeft hij zo'n mooie vorm wat je in de salons ook altijd krijgt. Hij voelt wel een beetje wankel aan. Er zitten hier ook allemaal krassen op, dus ik weet niet hoe lang deze het gaat houden. Zo volgens mij ook nog in het zilver en in het roze, maar ik vond mat zwart wel mooi. Maar zoals je kunt zien is hij een beetje wankel. Maar ja, deze. Dan het tweede pakketje dat op 3 mei is aangekomen. En ik denk al te weten wat dit is. Hier had ik ook het meest moeite mee om het niet open te maken. Maar nu kan ik het eindelijk openmaken. Zoals ik al vaker heb gezegd, liep of loop ik stage bij een schoonheidssalon. En daar doen we dus ook gel lak. Geen gel nagels, maar echt alleen gel lak. En dat doen we met het merk C&D. En dat merk is gewoon best wel duur. Eén nagellakje daarvan kost 25 euro. En toen zag ik ze dat ze dus ook op AliExpress hadden. Dus ik dacht, weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. Misschien zijn ze wel even goed. Misschien blijven ze ook wel 2 weken lang zitten. Want bij ons in de salon blijven ze dus 2 weken lang zitten. Ik heb 5 soorten lakjes besteld. Als eerst deze topcoat en basecoat. Dit is de topcoat en dit is de basecoat. In het echt bij ons is dat ook zo. De zilver is de basecoat en de gouden is de topcoat. Ik ga ze er heel eventjes uithalen om een beetje te kijken of ze echt erop lijken. De verpakking lijkt in ieder geval wel echt sprekend. Nu nog even kijken naar de lakjes. Je ziet wel een klein beetje verschil met de echte, want de topcoat is hier een beetje brons en in het echt is die echt goud. En ja, de basecoat lijkt op zich wel gewoon hetzelfde. De potjes zijn naar mijn doen ook exact hetzelfde. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze ook zo lang blijven zitten als de echte. Maar dit is gewoon echt veel goedkoper, want zoals ik al zei is 1 potje hiervan 25 euro. En hier waren ze volgens mij 3,80 of zo op AliExpress. Dus dat is ook echt geen geld. En dan nog 3 kleurtjes. Ik heb deze kleurtjes gekozen aan de hand van mijn stage. Ik heb daar gewoon gekeken welke 3 kleurtjes vond ik mooi. En die naam heb ik opgezocht op AliExpress en besteld. Als eerst echt mijn favoriet altijd is Wildfire. Dit is een fel rode kleur. Ik vind die echt heel erg mooi. Dus ik hoop echt dat deze precies hetzelfde is. Hij ziet er in ieder geval wel al hetzelfde uit. Een doosje ook weer gewoon prima zoals die ja, op stage is. Wel zie ik dat het potje een beetje beschadigd is, maar dat maakt mij verder niet heel veel uit. Dit is in ieder geval de kleur Wildfire. Oh, hij is echt heel mooi. Hij is echt exact hetzelfde als op stage. Love it. Want wat dus de bedoeling is met deze lakjes is dat je eerst de basecoat aanbrengt. 1 laagje. Die doe je 2 minuten onder een ledlamp. Dan doe je 2 of 3 lage kleurlak. Die doe je ook weer onder de ledlamp voor 2 minuutjes. En dan de topcoat. En dan zou het dus 2 weken lang moeten blijven zitten. Ik denk dat ik straks mijn nagels ga lakken en dit gewoon voor jullie ga testen. Wil je nou dus weten of deze nagellak net zo goed is als de echte? Hou zeker mijn weekvlogs in de gaten. Want ik ga gewoon kijken of ze 2 weken lang mooi blijven zitten. En dan weten we of de AliExpress nagellakjes even goed zijn als de 25 euro echte lakjes. Maar Wildfire was dus niet de enige kleur die ik had gekozen. Ik heb er nog 2 gekozen. Als eerst Desert Puppy. En die ziet er wel ietsjes anders uit. Want op staart is die ietsjes meer koraal. Hier zie je echt wat meer roze naar mijn idee. Maar dat kan in het potje altijd nog verschillen. Even kijken. Oh ja, hij is wel echt wat meer koraal inderdaad. Oh, deze vind ik ook heel mooi. Volgens mij wijkt hij wel af van de echte kleur. Want Desert Puppy ziet echt toch iets meer koraal oranje. Maar ik vind het wel echt een hele mooie kleur. Ik vind het niet erg dat hij wat afwijkt. Love it. En dan de laatste kleur, dat is Rosebud. Dat is een wat meer nude roze oud kleurtje. Vind ik ook echt heel erg mooi. Dus ik hoop dat hij heel erg mooi gaat staan. Dit is de kleur Rosebud. En oeh. Hij is echt totaal niet als op stage, maar juist veel mooier. Oh my god. Het is echt zo'n heel mooi roze oud, beetje paarsachtig kleurtje zelfs. Ik weet niet of je het goed kunt zien.
Maar oh my god. Deze is nog mooier dan de echte Rosebud. Want de echte Rosebud is een beetje meer richting de bruin kant op. Love it. Oh my god, ik ben echt super excited over deze lakjes. Ik ga zo meteen gelijk mijn nagels lakken. En hou dus mijn weefvlog in de gaten voor als je wilt weten of dit even goed werkt als de echte. Dan dit pakketje, die is binnengekomen op 18 mei. Dus dat is nog niet zo heel erg lang geleden. En ik hoop dat dit die cream protectors zijn. Maar weet ik niet zeker. Ja! Dit is wat erin zat. Het zijn inderdaad die protector screen plaatjes. Zoals jullie misschien weten heb ik anderhalve maand geleden ongeveer een nieuwe camera gekocht. De Canon G7X Mark II. Maar de camera, het scherm is best wel groot en open. En ik vind het heel erg zonde als er krasjes op komen. Dus ik dacht, ik bestel van die glasplaatjes erop. Zodat mijn schermje gewoon heel erg mooi blijft. Er zitten er twee in. Ik dacht dat ik er maar eentje had besteld. Maar altijd handig om een reserve te hebben. Ik zal het eventjes open maken. Kijken. Oh, het zit echt heel netjes verpakt. Ik ga even dit envelopje openmaken. Want ik denk dat hij daarin zit. Oh ja, ja. Dit is dus het glasplaatje. En hier zitten allemaal doekjes om het dus helemaal schoon en glad te maken. Dus die ga ik er straks gelijk opplakken. Ze zorgen er gewoon voor dat mijn camera mooi en netjes en heel blijft. Dus daar heb ik er nu ook twee van. Eentje als reserve, altijd handig. En dan deze twee laatste pakketjes. Deze zijn allebei binnengekomen op 22 mei. Dat is al helemaal nog niet lang geleden. Dat is pas 6 dagen geleden. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt oprecht geen idee heb wat hierin zit. Dus laten we ze er maar openmaken. Ik ga beginnen met het grijze pakketje. Omdat ik echt heel erg benieuwd ben wat hierin zit. Ik weet het al. We hadden het net natuurlijk over mijn camera mooi en beschermd houden. En daarvoor heb ik dus ook een camera hoes gekocht. Want ik had voor deze camera wel een hoesje, maar die was eigenlijk net iets te groot. Dus ik dacht, ik bestel een nieuwe die makkelijk mee te nemen is. Ik zie wel dat die helemaal vervormd is. Dat komt waarschijnlijk omdat hij in zo'n plastic zak zat. Oh my god. Kijk. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien, maar kijk of je dat goed ziet. Kijk, hier zie je dat. Hij is helemaal ingedeukt, zeg maar. Huh? Hoe moet ik hier mijn camera in doen? Dit is het hoesje. Er stond bij dat, dit hoesje dus speciaal voor deze camera bedoeld is. Maar ik moet alleen nog eventjes kijken hoe ik mijn camera hierin ga krijgen. Anders kan ik dit altijd losknippen. Maar die in ieder geval is dus wel een beetje vervormd. Maar ja, op zich vind ik dat niet heel erg erg. Zolang mijn camera maar gewoon beschermd is. Oh, het is wel, die vorm blijft er wel echt in zitten. Maar misschien als je camera er straks in zit, dat die weer terugvormt. Maar die in ieder geval, ik vind het wel echt een heel erg mooi hoesje. En er zit hier dus ook nog iets van een drukkertje of zo. Of is dit gewoon voor de sier? En dan het laatste pakketje. Hier heb ik echt totaal geen idee bij wat dit kan zijn. Het voelt, ik weet ook echt niet waar het voelt. Dus we gaan hem gewoon lekker openmaken. Oh my god, ja. Ik dacht dat dit niet binnen was gekomen. Ik ben zo blij dat het er wel is. Ik heb dus net nagels besteld voor die gel lak. Ik had het namelijk bij Esmee gezien. Esmee Geel. Die had op AliExpress ook van die net nagels besteld. En een lamp en gel lak. Ik heb al zo'n lamp thuis toevallig. Dus die hoefde ik niet meer te bestellen. Maar ik vond dit dus zo mooi bij haar. Daarvoor had ik dus ook die nagelknipper gekocht. Zodat je mooi die nagels af kon knippen. Maar dit zijn dus van die nageltjes die je dus op kan plakken. Ja, het is echt heel slecht te zien. Het zijn dus van die nageltjes die je dus op je eigen nagel kan plakken. Waardoor het lijkt alsof je net nagels hebt. En ik vind dit echt heel erg mooi. Maar ik mag voor mijn opleiding nu geen gelnagels. Vind ik echt heel erg jammer. Maar ik dacht van ja, misschien is dit wel een oplossing. Dit zijn de nagels. Dit zijn dus die nagels. En die kan je dus zo op je vinger doen. En heb je dus een nagel. Ik vind ze wel echt veel te lang. Maar dat kan je dus gewoon knippen. Ik heb zoveel zin om dit te doen. Ik ga het echt zo meteen doen. Ik wil eigenlijk mijn kamer gaan opruimen, maar ik ga dit doen. In elk zakje zitten dus 50 stuks. Ik heb gekozen voor een beetje een geelachtig toontje. Want die doorzichtig vond ik niet zo heel erg mooi. En die witte hadden ze niet meer. Oké, mijn camera viel uit. Ik weet niet meer waar ik gebleven ben. Ik wil in ieder geval zeggen dat je dus heel veel verschillende soorten zakjes hebt. Met heel veel verschillende soorten maatjes. Dus er zit voor iedereen sowieso wel een goed maatje tussen. Dit was dan mijn AliExpress shoplog. Ik ben echt super blij met alles. Vooral met de spulletjes voor mijn nagels. Je moet er dan wel eventjes op wachten, maar dan heb je ook wel wat. Ik ga zo meteen gelijk mijn nagels doen. Ik wilde eigenlijk mijn kamer opruimen, maar ik ga echt mijn nagels doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. Wil je dit soort video's nog vaker zien? Laat dat zeker in een reactie achter. Ik vond het eigenlijk best wel heel erg leuk om op te nemen. Ik had het niet verwacht. Maar ik vond het heel erg leuk om te kijken altijd. Dus ik dacht, weet je, ik ga het ook gewoon een keertje doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!